De werknemers bij Grasalco NV zitten met de handen in het haar omdat ze over de maand februari nog steeds niet hebben ontvangen. Om aandacht hiervoor te vragen heeft het personeel van dit semi-overheidsbedrijf afgelopen woensdag reeds een prikactie gevoerd, waarbij ze het gedeelte van de Sir Winston Churchillweg voor het bedrijf hadden gebarricadeerd. Een stuurgroep die in het leven is geroepen om te handelen in het belang van de medewerkers, zegt tegenover onze redactie dat per vandaag ook het internet van het bedrijf is afgesloten. Hierdoor konden zij hun werkzaamheden niet uitvoeren. Door deze ontwikkeling hebben de kantoormedewerkers van Grasalco vandaag besloten eerder van het werk te vertrekken. Een bod van de directie om voorschotten te geven is van de tafel geveegd. De medewerkers kijken in afwachting van de storting van hun salaris ook uit naar het moment dat Grasalco op de operatietafel van de regering komt. Naar afspraak zal dat komende woensdag 9 maart moeten geschieden. In de tussentijd werkt de stuurgroep met begeleiding van de vakcentrale C47 hard aan de heractivering van de bond bij Grasalco, die in de toekomst moet gaan optreden in het belang van het personeel.